gaan naar Noorwegen met een katamaran die 70 km per uur gaat vanuit Hirtshals, als ik dat goed zeg, naar Kristiansand. Vanuit daar pakken we weer een park for night overnachting en gaan we Noorwegen ontdekken. In Noorwegen geldt het allemansrecht, ook wel het recht om rond te zwerven. Van oorsprong was het een traditioneel recht, maar tegenwoordig is het een wet die het recht op vrije toegang regelt. Iedereen is vrij om te gaan en staan in de natuur, maar natuurlijk moet je het wel netjes achterlaten. Noorwegen zit hierdoor vol met fantastische plekken om te staan met de camper. Achter iedere bocht verschijnt er weer een nieuw adembenemend landschap met talloze plekken om te kamperen. En daar maken wij graag gebruik van. We kiezen ervoor om gebruik te maken van plekken die geregistreerd zijn op Park for Night. Dit is een app waarop gratis of betaalde camperplekken te vinden zijn. Ook staan er reguliere parkeerplaatsen op die geschikt zijn voor campers. Ideaal dus voor ons tripje naar Bergen. Zo konden daar een paar uurtjes geparkeerd staan en hadden we rustig de tijd om de stad te verkennen. Bergen is een unieke stad. Wat een ervaring is het om met het steile treintje omhoog te gaan en door een prachtig natuurgebied weer terug te lopen naar de oude stad, waar de geur van verse visje tegemoet komt. Na alle drukte van de stad waren we wel weer toe aan de rust van de natuur. Op naar de volgende Park for Night plek.